Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe Do-It-Yourself at Home Nail Art. Inderdaad, ik ben hier terug met een nieuw product, zal ik maar zeggen. Het is een vorm van polygel dat wij vandaag gaan uitproberen. Ik heb het al op mijn rechterhand uitgeprobeerd, dus wij gaan van deze look gaan naar deze look, lieve mensen. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Oh ja, nu zien jullie het beter. Ik heb dus de doorschijnende polygel, zeg maar. We gaan het zo noemen. Het heeft een andere naam. Ik ga jullie straks laten zien hoe het product juist noemt. By the way, mijn duim en wijsvinger zijn ook met glow in the dark steentjes ingewerkte paarse steentjes die je dus ziet zitten, zijn glow in the dark. Jullie hebben deze al eerder kunnen zien. Dus ik zou zeggen, zijn jullie klaar om met mij van dit naar dit te gaan? Kijk dan snel naar de video. In het starterspakket zitten gel cleanser, de primer, we hebben de nail prep die ook in het starterspakket aanwezig is, ook nog twee rechte vijlen. Daarna hebben we nog een handborsteltje, een deluxe borsteltje. We hebben ook nog een white blok, deze ben ik wel vergeten te tonen. We hebben drie orange sticks in het starter set. We hebben ook nog 20 stelstofdeppers. De Magic Glansgel. Het luxe penseel met aan de ene zijde een penseel en aan de andere kant een spatel voor de polygel uit te scheppen. Hier hebben we dan de pot gel. Ik heb voor Claire gekozen. Het is 30 gram die bij het starterset zit. En ik heb er €79,95 voor betaald voor dit starterset. En het komt van €89,95. Een mooie deal dus. Hier hebben we dan nog drie andere polygels die ik apart bij gekocht heb. Wit camouflage en cover pink, elk van 15 gram voor €12,95. Een groot verschil dus met deze pot waar 30 gram in zit. Laten we maar beginnen met de gel cleanser uit te gieten en met de nagels te preppen. En dan gaan we nu verder met de primer. Ook een dun laagje op alle nageltjes. En dan begint het leuke gedeelte. Op één nagel ga ik de forms gebruiken op mijn wijsvinger. Ik ga drie dual forms gebruiken op deze drie vingers. En op mijn duim heb ik een tip geplaatst. Zo kunnen we drie manieren van toepassing kijken hoe het werkt. Zo ziet de gel eruit. Hij is super dik, maar je ziet wel dat hij ook heel draderig is. Dat is wel een beetje jammer. Ze scheppen dus een polletje ervan uit. Als je de dual form gebruikt, zorg er dan voor dat het aan de nagelriem een heel dun laagje is. In het midden moet het goed gevuld worden, goed dik doen, ook aan de zijranden. En aan de nageltip moet je dan weer terug een dunner laagje aanbrengen. Anders ga je het probleem hebben dat je echt een dikke nageltip hebt. En dat wil je niet. Ik heb de nagels een toepasselijke naam gegeven, namelijk Glam Glue Slime Nagels. En jullie gaan zo dadelijk zien waarom, lieve mensen. Ik heb namelijk de decoratie gebruikt van de Glam Glue Slime Setjes. Super leuk al, zeg ik het zelf. Je ziet het werkt super goed, de gel. Hij is ook mooi doorschijnend op deze manier. Ik ga straks ook nog een andere manier van toepassen tonen.
van de gel, waar je eigenlijk de decoratie in mengt. En dan heb je toch wel een iets ander resultaat. Dus de gel goed in de dual forms deppen. Af en toe je borstel nat maken met een heel klein beetje gel cleanser. Je ziet, ik moet dat eigenlijk bijna niet doen, dus ik moet zeggen, ik ben er echt wel tevreden van. Zo is momenteel het resultaat. De tipjes zijn mooi. In het midden is het goed gevuld. Jammer genoeg zie je het moeilijk door de kleur. En hier hebben we de Glam Glue versiering. En ik gebruik ook Glow in the Dark. Hier de paarse Glow in the Dark korrels gaan we daarvoor gebruiken. Dit is holographic powder die ik ook ga verwerken bij mijn pink. Dus ik doe de unicorn fur in een potje, zodanig dat ik deze later met mijn penseel kan opdeppen en in de gel kan deppen, zoals je hier kan zien. Zo ziet het resultaat eruit. Dus ik ga nu de holographic powder aanbrengen. Kijk eens hoe prachtig, mensen! Oeh, ik ben er gewoon verliefd op. Kijk al die kleurtjes. Super sassy. Dus deze kant met de pinnetjes moet aan de nageltip. Dat is om later de dual form te kunnen verwijderen. En we gaan de dual form echt heel goed tegen de nagelriem aandrukken. Eigenlijk schuif je de dual form als het ware een beetje op jouw nagel. Daarna druk je het goed aan. Zoals ik hier aan het doen ben. Zo. We maken ons penseeltje weer een beetje nat met de gelcleanser. En dan kuisen we de randjes mooi op. Er komt altijd een beetje gel van tussen als je de nagel opdrukt. We draaien de nagel om en je kan zien dat het allemaal een beetje samengekomen is. Dus dan gaan we terug mooi glad strijken. Zodanig dat je niet echt met zo'n hele dikke bult onder jouw nagel zit. Dat is helemaal niet leuk, geloof mij maar. Na het opkuisen van onder, nog eens heel goed aandrukken van boven. Nogmaals opkuisen. Mooi en daarna gaan we onder de lamp voor 2 minuten. En dit is het resultaat, mensen. Het spannende moment. We gaan de dual form eraf poppen. Rok van links naar rechts aan de dual form, aan de pinnetjes. En je kan het zien, hij popt er vanzelf mooi af. Kijk eens hoe wonderbaarlijk. Is deze nagel niet prachtig gelukt, mensen? Ik ben er zo fier op. Jesus, gewone gelnagels of acrylnagels lukken me echt nooit zo goed. En hij zit er stevig op, je ziet het zelf. Kijk eens aan hoe prachtig. Oké, de tweede manier. Je ziet de glitter in mijn handen. Ik ga deze eerst aanbrengen hier op dit nagelmatje. Daarna voeg ik er de gel aan toe. En meng ik dit allemaal mooi tezamen op de nagelmat. Als je het mengt, doe het heel voorzichtig om zo weinig mogelijk luchtbellen in de gel te krijgen. Want door de luchtbellen, net als gel, krijg je een wolkachtig uitzicht. Hier test ik mijn dual form en is perfect voor mijn nagel. Dus we doen weer hetzelfde als bij de eerste nagel. Dus we spoelen het even wat rapper door. Anders wordt deze video veel te lang en dat willen jullie niet. Dankzij de cloudy uitzicht kan je wel beter zien dat ik inderdaad in het midden een dikkere laag doe dan aan de uiteinden. Eigenlijk komt deze nagel er een beetje op neer dat het slijm is waarom hij gespeeld is. Die wordt ook altijd zo een beetje cloudy eens de luchtbellen erin komen. Daarom dus ook de Glam Glue Slime Nails. En we drukken er hem weer op, net als bij de pink. En daarna gaan we weer alles opkuisen. Ook de onderkant zeker niet vergeten. Nog eens goed duwen. En terug 2 minuten onder de lamp. En het leuke moment. Pop! Kijk eens aan. Oeh,
Dat geeft zoveel genot, mensen, als dat eraf popt. Ongelooflijk. De derde nagel ga ik ook met een dual vorm doen. Maar kijk eens aan, geniet van deze prachtige verschijning, mensen. Dus die heb ik niet gefilmd. We gaan direct door naar de nail vorm. Zorg dat alles mooi goed zit aan de zijkanten. Dus bij de sticker mag er eigenlijk geen gat tussen de sticker en de nagel zitten. Dus nu ga ik terug de gel aanbrengen. Sorry dat ik af en toe uit het beeld ga, maar het is echt moeilijk om het zo te filmen. Dus ik bouw eigenlijk mijn nagel zelf op, net alsof je met acryl en gel zou doen. Dus aan de nagelriem begin ik eigenlijk als laatste stap, omdat ik daar echt zo weinig mogelijk van de polygel wil hebben. Ik wil het echt zo dun mogelijk houden, vooral omdat we deze ook nog gaan kleerkappen. We gaan er dus nog een gewoon doorschijnende laag over aanbrengen, zodanig dat we bij het veilen de mooie decoraties niet kapot veilen. Dus ik probeer een mooie stiletto van te maken. En eerlijk gezegd ben ik er redelijk fier op, mensen. Dat lukt me meestal niet zo goed. Maar dankzij de polygel, omdat die zo dik is, kan je de nagel mooier vormen, zoals je ziet. Kijk eens aan. Oké, hij is een tweetal minuten onder de lamp geweest. Dus tijd om te clearcappen. Ik doe gewoon hetzelfde als met de glitter polygel, maar dan met doorschijnende gel. Weinig aan de nagelriemen. We gaan de apex vormen in het midden, dus een dikkere laag in het midden. En een kleine laag aan de tip. Als ik echt eerlijk moet zijn, lieve mensen, dan verkies ik toch deze manier en de tipmanier, dus de duim die jullie straks gaan zien, boven de dual vorm om met dit product te werken. Ik denk als je met acryl werkt of met gewone gel, dat je dan misschien beter bent met de dual forms, want hier kan je echt een mooie apex maken. Dus de verdikking die eigenlijk in het midden op je nagel zit, die jouw nagel steun geeft. En dat heb je dan niet met de dual forms. Of je zou het achteraf natuurlijk zelf nog een laagje moeten bijdoen. Maar dan is het eigenlijk een beetje zonde dat je die dual forms gebruikt, vind ik. Dus ik ga nu beginnen aan mijn duim met de tip. En eerlijk gezegd, ik ga het al verklappen, mensen. Ik ga het jullie al zeggen. Maar deze vind ik het best gelukt. Je ziet mooi mijn apex die ik ga creëren straks. Aan de nagelriemen is het echt flush. Het is echt mooi dun aangebracht. En aan de nageltip heb ik ook niet veel bulk. Ik heb dus eigenlijk praktisch geen vijlwerk gehad aan de duim. Wat heel zelden voorkomt bij mij. Normaal gezien moet ik super veel vijlen als ik acryl of gel gebruik. Maar kijk eens aan hoe prachtig, mensen. Ook de kleurcombo vind ik super mooi. Vergeet zeker ook niet even te abonneren op ons kanaal. En natuurlijk een dikke duim naar omhoog te geven, terwijl ik aan de duim bezig ben. En ook niet om op het belletje te drukken. Anders krijg je geen meldingen en mis je al deze prachtige video's. Oké, onze duim gaan we ook terug kleerkappen, net als de vorige nagel. Je vraagt je vast af, ja maar mamsi, waarom kleerkap je je duim en je wijsvinger en niet de andere nagels? Wel lieve schatten, dat heb ik te danken aan de dual forms. Als je met dual forms werkt, glanzen je nagels perfect en heb je dus ook geen oneffenheden in jouw nagel. Dus dat is dus het voordeel van de dual forms. Dus aangezien ik de duim en de wijsvinger toch een beetje moet bijveilen, moet ik deze ook clearcappen om de versieringen binnenin te beschermen. Dus je ziet dat ik maak ook met mijn clear gel de apex. En kijk eens aan, mensen, wat een mooie apex ik heb op mijn duim. Is dat niet om fier op te zijn? Ik moet wel zeggen, elke keer als ik een video maak van nagels, vind ik van mezelf dat ik toch telkens iets beter en iets beter en iets beter word. Oké, hier hebben we het dan, de ongeveilde versie. Dus ik ga nu alles mooi bijveilen met een veil van Grit 180. Ik ga er een mooi vormpje in steken.
En daarna gaan we de nagels buffen. Dus de vorm zit er al in. Dat heb ik niet gefilmd om tijd te besparen. En dit gaan we even snel allemaal vier doen. Zodanig dat jullie niet te lang naar mijn hand moeten kijken terwijl het geveild wordt. Want dat is niet zo spannend, denk ik. Dus waarom het buffen? Dat is om uw nagel voor te bereiden. Om eigenlijk de ultra shine aan te brengen op je nagels. Zodanig dat deze mooi blijft zitten op jouw nagels. Even al het stof eraf. En daarna, wat ik ook niet gefilmd heb, dan ga ik er eerst nog eens over ook met, help mij, met de gel cleanser. Zodanig dat echt al het stof eraf is. Dus kijk, ik vond het toch gewoon niet echt ideaal, dus ik ga er nogmaals over. Heel goed aan de nagelriemen. Heb geen schrik met deze buffer. Daarmee neem je eigenlijk niets weg van je nageldikte. Nogmaals met het borsteltje al het stof weg en met de gel cleanser. Oké. En dan kunnen we nu de onderkant ook nog een beetje met mijn elektrische nagelveil bijwerken. Je hebt altijd toch een paar klontertjes dat je zegt van, dat zit niet echt goed. Dus die halen we even weg op deze manier. En nu is het tijd voor het magische moment, de magische shine van Mystic Nails. En ik zeg het u mensen, het is magisch. Kijk eens aan. Je ziet gewoon hoe helder de nagels worden als je dit aanbrengt. Super, super sessie. De onderkant van mijn nagels neem ik ook even mee. En je zal wel zien waarom. Goed kijken. Goed blijven kijken. Kijk eens aan, mensen. Tadam! Inderdaad, als je clear gel gebruikt hebt en je doet de onderkant ook van je nagels mee, kijk eens aan naar het verschil met mijn pink en mijn ringvinger. Immens verschil. Zo krijg je je nagels echt volledig doorschijnend. En dat is toch de bedoeling als je doorschijnende gel of acryl gebruikt. Dus gebruik jij ook in de toekomst doorschijnende gel of acryl of polygel? Vergeet dan niet de onderzijde ook met topcoat te behandelen voor het mooiste resultaat. Hier zijn we dan met het eindresultaat, lieve mensen. En zeg nu zelf, wat denken jullie dat jullie dit zouden geven? Een sessie of een trashie? Ik vind ze alleszins super mooi gelukt. Ook als je kijkt aan de nagelriemen. Dus je ziet het, er is echt totaal niets op mijn nagelriemen terechtgekomen. Als ik met gel of acryl werk, heb ik wel altijd het probleem. Dus deze drie zijn met de Dual Forms gedaan. Daar had ik ook voor het eerst mee gewerkt. En eerlijk gezegd, die Dual Forms, echt een super dikke sessie. Als je problemen hebt om gewoon acryl aan te brengen of gewoon gel aan te brengen, dan raad ik jullie deze echt van harte aan. Geloof mij, mensen. Echt waar. Het enige wat ik een beetje een nadeel vind bij de Dual Forms is dat je eigenlijk hier in het midden geen apex hebt en dat je zou moeten hebben. Dus eigenlijk om goed te zijn zou ik op deze drie nagels nog een clear capping moeten doen voor een apex te maken, een verhoging te maken. Maar dat wil ik nu niet doen omdat ik jullie het pure resultaat wil tonen met de Dual Forms. Dus bij deze twee, die heb ik zelf gevormd. Dus hier zie je dus wel mijn apex in het midden. Je ziet dat hier zo wel een verhoging loopt. Maar op mijn duim, lieve mensen, kun je het best van al zien dat ik dus hier in het midden een mooie apex heb. Een mooie verhoging heb. Dus dat zorgt er ook voor dat je nagels heel, heel sterk zijn. Laat ook even weten wat jullie vinden van de Glam Goo versiering.
die ik gebruikt heb voor deze nagels. Ik hoop dat jullie het een leuke, leerzame video vonden. Wie weet willen jullie het nu zelf ook wel eens uittesten. Onder deze video zal ik een linkje zetten naar de starterset van deze polygel van Mystic Nails. Zodanig dat jullie weten waar jullie dit kunnen aankopen. Dus ja, dat was het alweer voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik zou zeggen, vergeet geen duimpje naar omhoog te doen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer maar weer. Geef deze nageltjes een brul. En stay sassy. Bye.